Of ga aan de slag binnen de ANWB-winkel. Zo, ja. Hoi, ik ben Marleen en ik ben recruiter bij Young Capital. Ik ga jou in deze video vertellen hoe je een baan vindt tijdens corona. Ik kan me voorstellen dat het in deze periode lastig is om een baan te vinden. Of dat je het misschien heel spannend vindt om tijden van een crisis of wel recessie te gaan solliciteren. En in deze video neem ik je mee hoe je dat nou het beste aan kunt pakken. Allereerst denk ik dat het goed is dat je bedenkt dat er meerdere carrièrepaden zijn die je kunt bewandelen. Zo is er altijd een groep die weet wat ze van jongs af aan willen worden. Die hebben hun droombaan al helemaal uitgestippeld. Maar er is ook een grote groep die nog niet zo goed weet wat ze willen. En dat is niet erg. Zo is een collega van mij bijvoorbeeld begonnen in de bedrijfskantine. En is hij uiteindelijk doorgegroeid tot manager, salary en control. Voor mij is dat een heel mooi voorbeeld. Dat laat zien dat je heus niet van jongs af aan wil weten waar je uiteindelijk naartoe wil groeien. Maar juist door bepaalde zaken te gaan ervaren, ook je droombaan kunt vinden. Er leiden dus meerdere wegen naar Rome. En ik kan me voorstellen dat dat een fijne gedachte is in deze tijden van crisis. Ondanks dat je misschien bepaalde concessies moet gaan doen in je zoektocht, wil ik je in deze video graag vertellen hoe jij ook een baan kan vinden waar je blij mee bent. Allereerst is het belangrijk dat je erachter komt wat bij je past. Het is super lastig om op zoek te gaan naar een baan als je niet precies weet waar je naar op zoek bent. Daarom kun je bijvoorbeeld een wensenlijstje maken en daarin noteren waar je precies naar op zoek bent. Zijn er bijvoorbeeld bepaalde arbeidsvoorwaarden die je graag terug wilt zien, zoals reiskostenvergoeding of een bonus? Of schrijf voor jezelf op welke skills je graag wil ontwikkelen of wat voor een werkomgeving je graag zoekt, bijvoorbeeld een informele of juist een formele omgeving. Het opschrijven van dit soort wensen kan je helpen om een baan te vinden die helemaal bij jou past. Het maken van een wensenlijstje kan je helpen om een baan te vinden die bij je past. Bijvoorbeeld wanneer je tijdens je zoektocht een baan tegenkomt waarin je in eerste instantie misschien een beetje over twijfelt, leg die eens naast het wensenlijstje. Misschien dat er wel 8 of 9 punten overeenkomen met de vacature die je ziet. En misschien is dat toch een baan die je dan wel kunt overwegen. Nou, wanneer je het wensenlijstje hebt afgerond, kun je echt op banenjacht gaan. Ik kan me voorstellen dat wanneer je verschillende vacatures bekijkt, dat je het lastig vindt om direct een match te maken met de vacature of dat wel of niet bij je past. En daarom is het belangrijk dat je research gaat doen. Kijk bijvoorbeeld op LinkedIn of je een connectie hebt die bij dat bedrijf werkt waar jij ook graag wilt werken. Misschien kun je diegene wel benaderen. Of wellicht staat er een contactpersoon bij de vacature. Die mensen kun je altijd vragen stellen over het bedrijf of over de functie. En misschien moet je het maar gewoon gaan ervaren. Voer een sollicitatiegesprek om erachter te komen of het bedrijf en of de functie bij je past. Daar proef je pas echt de sfeer. En ik denk dat dat ook heel leerzaam is. Ten derde zul je je flexibel moeten opstellen. Je kunt nu wel weten waar je precies naar op zoek bent, maar dat biedt je geen garantie dat je die baan ook daadwerkelijk vindt. Je zult dus bepaalde concessies moeten doen binnen je zoektocht. En hoe je die kansen nou pakt en hoe je dit nou aanpakt, leg ik je uit aan de hand van een voorbeeld. Stel, je wilt steward of stewardess worden bij de KLM. In tijden van corona is dat heel lastig, want er staan natuurlijk nu geen banen open. Dan heb je eigenlijk 3 alternatieve routes. Allereerst kun je breder in het veld gaan kijken. Je kunt bijvoorbeeld kijken of er wel mogelijkheden zijn bij kleinere vliegtuigmaatschappijen. Maar ja, in het geval van corona ligt heel de branche op zijn gat en is dat dus heel lastig. Dan kom je eigenlijk automatisch al uit bij stap 2. In de tweede optie kun je kijken of er wel bepaalde skills zijn die je kunt gaan ontwikkelen. Bijvoorbeeld als steward of stewardess moet je heel servicegericht zijn of moet je misschien meerdere talen kunnen spreken. Nou, je kunt ervoor kiezen om dat servicegerichte, die skills, om dat te gaan ontwikkelen. Bijvoorbeeld in de rol van receptionist bij een hotel bijvoorbeeld. Nou, mocht dat niet lukken, vraag jezelf dan af wat je leuk vindt aan het werken als steward of stewardess. Is dat bijvoorbeeld het feit dat je werkt met mensen die op reis gaan? Dan kun je aan de slag gaan als medewerker bij een reisbureau of gaan werken in een ANWB-winkel. Zo begin je niet direct met werken bij een baan die je voor ogen had, maar kun je wel je werk combineren met jouw passie. En als laatste is het belangrijk dat je gaat netwerken, netwerken, netwerken. Want mensen kunnen je pas helpen als ze weten dat je op zoek bent naar een nieuwe baan. En waar je dan precies naar op zoek bent. Dus zorg ervoor dat je dat concreet maakt voor jezelf. En dat je ten alle tijde je pitch hebt voorbereid. Vertel bijvoorbeeld in die pitch wat je zoekt, waar je goed in bent, wat vind je leuk in een baan, wat moet een baan hebben. Zodat je dat concreet kan vertellen aan mensen. En wees daarin niet te bescheiden. Nou, en wat zijn dan goede plekken waar je kan pitchen?
eigenlijk overal. Misschien als je iemand tegenkomt op een verjaardag, bij het voetbalveld, misschien wel in de supermarkt. Eigenlijk overal waar je iemand tegenkomt en je hebt een leuk gesprek met elkaar en iemand vraagt bijvoorbeeld aan jou van hey, waar ben je nu eigenlijk mee bezig? Wat ben je nu aan het doen? Dan kun je aangeven dat je op zoek bent naar een nieuwe baan. En misschien is dat wel de juiste persoon die jou uiteindelijk kan helpen. Sociaal netwerken kun je doen via LinkedIn. Misschien heb je al een LinkedIn-profiel, misschien nog niet. En in dat geval zou ik je zeker aanraden om een LinkedIn-profiel aan te maken. Op je eigen profiel kun je bijvoorbeeld aangeven welke werkervaring je al hebt opgedaan, welke skills je al bezit. En je kunt ook vragen of oud-collega's of huidige collega's een aanbeveling over jou willen schrijven. Zo maak je er echt een profiel van waarmee je jezelf kunt verkopen. Hopelijk geeft deze video je wat meer handvatten met betrekking tot het vinden van een leuke baan. Mocht dit nou gelukt zijn, maar ben je nog onzeker over jouw sollicitatiegesprek? Check dan nog even mijn andere video over solliciteren via beeld.